De wijze van de tayammum. Hij dient de intentie daarvoor te maken. Met zijn hart en hij zegt bismillah met zijn tong. Met zijn handpalmen slaat hij op de aarde. Eén keer. Of het nou stenen zijn, of zand, of rotsen, of wat dan ook. En veegt vervolgens mee over zijn gezicht. En zijn rechter buitenkant van zijn hand. En de buitenkant van zijn linkerhand. Op deze wijze heeft hij voldaan aan de tayammum en kan hij het gebed mee verrichten. We herhalen het. Hij maakt zijn intentie. En zegt vervolgens bismillah. Eén keer op de grond slaan. Veegt over zijn gezicht. De buitenkant van zijn rechterhand. De buitenkant van zijn linkerhand. Wanneer heeft hij deze vrijstelling? Als hij geen water binnen bereik heeft of niet kan verkrijgen. Of als hij niet in staat is om dit water te gebruiken vanwege strenge kou of ziekte.